Yo, grappies van Space. Ik ben Levi en vandaag is het woensdag. Wat dus weer perfect inhoudt dat het gewoon tijd is voor een nieuwe video van mij hier op Space. Ja, ik heb wat uit te leggen. Vorige week was inderdaad geen video. Hey, goed gezien. Beetje sad wel. Ik had gewoon een video gemaakt en het opslaan hiervan lukte niet. Oftewel, hij gaf gewoon telkens een soort van foutmelding. Supergoed excuus weer, ik weet het. Nou, maandelijks excuusrondje ook weer gehad. Laten we gewoon doorgaan met de video. Anyway, vandaag is dus wel een beetje tijd om een comeback te maken voor het feit dat ik vorige week gewoon niks gedaan heb. Doe ik dat? Nou, ik ga vandaag, net zoals de rest van Space, iemand vandaag eventjes goed de grond instampen. Ik ga vandaag iemand eventjes helemaal zwart maken. Ik ga iemand roosten vandaag. Iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Wie ga ik roosten? Ik ga mezelf roosten. Kijk, het is... Holy shit, ik liet mijn telefoon vallen. Het is natuurlijk super makkelijk om iemand anders gewoon helemaal zwart te maken. Alle negatieve feitjes over een ander soort van beetje naar voren te halen. En iemand anders zwart maken is heel makkelijk. Maar jezelf een soort van spiegel voorleggen. En soort van de puntjes waar jij normaal op genaaid wordt tegen jezelf vertellen. Dat is nogal moeilijk. Ik ga mezelf telkens als derde persoon noemen. Dus ik doe het alsof ik iemand roast. Ik roast natuurlijk ook mezelf. Maar ik ga gewoon zeggen, zeg maar van Levi bla bla bla. Levi bla bla. Dus ik zeg niet ik. Of ja, misschien ook wel een beetje meer Levi bla bla. In plaats van ik. Ik noem mezelf eigenlijk een beetje als derde persoon. Ik hoop dat jullie er een beetje klaar voor zijn. Ik niet. Ik vind het een hele uitdaging. Maar we gaan het gewoon even klaren. En we gaan het gewoon doen. Dus yeah, let's go. Ik denk dat ik, Levi, degene van Space ben die het makkelijkste roosten is. Waarom? Dat volgt nu. Min het feit dat Levi weinig videotalent heeft, pakt hij toch redelijk veel views voor het talent dat hij niet echt heeft, maar wel views voor pakt. Daar mag hij zeker niet om zeuren. Ik zeur ook niet hoor, maar ik moest gewoon even roosten. Levi wordt binnen de groep Space net een beetje gezien als degene met het minste talent en gewoon degene die eigenlijk het minste doet. En wel gek genoeg redelijk veel views pakt voor hetgene wat hij dan wel doet. In ieder geval komt het erop neer dat gewoon het minste kwaliteit, minste creativiteit en minste talent bij Levi ligt. Maar dat is inmiddels duidelijk. Aan jou natuurlijk de eer om het in te vullen of je het er hiermee eens bent, ja of nee. Laat me even weten in de comment. Onlangs heeft hij natuurlijk wel een nieuwe serie gestart waarin hij elke aflevering met een andere vraag de straat op gaat om andere mensen te vragen wat zij vinden van die vraag. Super logisch. Wordt ook niet eerder gedaan in Nederland. Ik bedoel, kijk naar Supergaande, de Lapratten. Gewoon doen. Allemaal dat soort shit. Die doen het al. Dus Levi, zo origineel ben je nou ook weer niet. In ieder geval doet hij iets beters. Iets meer zijn best om leukere content te maken dan gewoon zitten voor een camera en praten. Hij gaat hier namelijk gewoon echt de straat op. Dus hij doet echt iets in die video. Is daarop gewoon praten, zitten, kijken en mooi doen. En kennelijk, gek genoeg, wordt het nog leuk gevonden ook. Dus jee, applausje voor Levi. Hij gaat de straat op met elke aflevering een andere vraag. Onder de naam Durf te Vragen. Levi, Durf te Vragen was een hashtag die... Dat was ongeveer de eerste hashtag. In 2005 kwamen de hashtags op en toen kwam Twitter ongeveer een beetje. En toen was het hashtag durf te vragen. Weet iemand waar ik goedkoop uit eten kan? Hashtag durf te vragen. Weet iemand hoe oud Mark Rutte is? Hashtag durf te vragen. Weet iemand wat de gemiddelde piemellengte in Nederland is? Hashtag durf te vragen. Hashtag durf te vragen was gewoon een hashtag die ongeveer... Dat was de eerste onder de hashtags. Dus Levi, wat doe je? Waarom hashtag durf te vragen? Er zijn zoveel betere namen. Wat doe je met deze naam? Oké, het programma wordt misschien beter bekeken dan zijn gemiddelde video's. En dat is natuurlijk ook wel omdat er meer tijd in zit. Maar het is niet grappig. Ik bedoel, Levi is niet grappig, maar de mensen op straat zijn grappig. Beetje hetzelfde verhaal als bij Supergaande. De mensen op straat zijn grappig, zij niet. Dat wordt uitgemolken en daardoor wordt er naar gekeken. Ik bedoel, Levi doet niks anders dan het uitmelken van de andere mensen op straat, zodat hij zo bekeken wordt en een leuke titel en thumbnail kan maken. En het enige wat hij doet is eigenlijk die microfoon eronder houden. Ik bedoel, hij staat zelf niet eens in beeld. I mean, bro, hoe kan je... Het is niet eens... What the fuck? Oké, dus we kunnen nu concluderen dat hij op één manier views pakt en dat is door de manier van praten en zijn uiterlijk en de manier van doen voor de camera. Nou ja, het is een manier van views pakken, maar net zoals bij Monica en Enzo... Waar is het talent? Een aantal weken terug had hij de taak om zittend iets te doen voor een camera. Iets heel eenvoudigs. Namelijk het opdrinken van een milkshake. Wow. Iedereen gaat wel eens gewoon naar de Mac, Burger King, KFC om een milkshake te halen. Dit was wel een iets andere milkshake. Er zat vis in. Levi kreeg één taak om zittend een milkshake op te drinken voor de camera. Omdat hij een potje steenpapier schaar verloren had. Guess wie het niet deed? Levi. Al dus de woorden van Thomas, Mats en Danny. Een prinsesje. En daar kan ik me wel redelijk in vinden op zich, bro. Ik hou gewoon niet zo van die vieze milkshake. Ik stop zo de roast van Levi. En het is namelijk voor mijn eigen reputatie niet heel erg goed om nog veel langer door te gaan met de roast van mezelf, zeg maar. Ik bedoel, het is niet zo heel erg goed voor mijn reputatie. Niet dat ik zoveel te verbergen heb met mijn leeftijd. Ik bedoel, waarom zou je je leeftijd verbergen op YouTube? Een leeftijd is een heel normaal ding. Waarom zou je dat verbergen? Waarom? What the fuck? Het is een uitgemolken ding aan het worden. Ik kan wel een paar redenen verzinnen waarom je het zou verbergen. Misschien omdat je gewoon eigenlijk stiekem veel te jong bent om uit te gaan en dat soort shit. En of je gewoon... eigenlijk heel erg onzeker bent over je leeftijd. En dat is eigenlijk niet helemaal waar, maar ik moest gewoon even een roast verzinnen. I mean, waarom zou je het ons niet vertellen als je niet een van deze drie redenen hebt? Snap je? Nou, dit was een beetje de roast van mezelf. Het is lastig om jezelf te roasten, zoals ik aan het begin van de video zei. Ik bedoel, ik kan zo...
heel lullig Matt, Danny of Thomas gewoon roosten. Omdat jij gewoon, je slaat gewoon een soort van puntjes op van mensen die je soort van gaat herkennen. En voor jezelf is dat heel normaal, omdat je het elke dag hebt van jezelf. Dus je gaat een beetje aan jezelf wennen. Dus jezelf roosten is niet zo heel erg makkelijk. Maar hey, ik denk dat ik er redelijk in geslaagd ben. En ik vind deze trui best wel nice. De roast van de rest van de mensen, die komen natuurlijk gewoon op de space. En ik ben deze keer wel gewoon op tijd. En ik heb überhaupt wel gewoon een video. Dus yeah, let's go. Plus het feit dat er aankomende zaterdag een fucking leuke meeting is op Utrecht. Ja, met nog veel andere YouTubers. Matt, Thomas, Danny weet ik eigenlijk niet eens. Sophie Oesteri, Jeroen van Holland, Lise van Wijk. Ik kan nog even doorgaan. Daar moet je zeker heen komen. Het is in Utrecht. En check de Instagrams van deze mensen als je meer wil weten daarover. Want daar wordt nog wel op gepost. Dus de Instagram van de mensen die ik net opnoemde. En dan check je later weer. Vond je dit een leuke video? Klik dan op het blauwe duimpje omhoog. Die niet meer blauw is, maar wel gewoon een mooi duimpje. Dus die kan even ook klikken omdat die dan omhoog gaat. En dat is leuk. Klik hier om te abonneren. Klik hier voor een andere Space video. En dan zie ik jou weer volgende week op Space. En natuurlijk ook vrijdag. En misschien zaterdag bij de meeting. Laat eventjes weten in de comments als je bij de meeting komt. Want het lijkt me gewoon. Ja, nee. Dit was gewoon one take, hè? Ik heb het gewoon niet overgedaan. En mijn slimste gewoon. Leuk.